Bij ons hier, Jorbe Stuiven. Jij hebt ook je familienaam mee, denk ik, hè, Jorbe? Ja, ik ben de neef van Jasper Stuiven. En ik ben eigenlijk bij Brain Square begonnen met fietsen, omdat Jasper hier ook begonnen is. En dit is jouw eerste seizoen dan? Dit is volgens mij mijn vijfde seizoen al. Maar het vierde seizoen dat ik ga koersen. En heeft jouw oom dan de nodige raad meegegeven? Ik zie hem eigenlijk niet zoveel, dus ik spreek er ook niet zoveel mee. Maar hij heeft mij toch al zeker wel een paar tips meegegeven. En waar moet je dan op letten als renner? Gewoon in de koers altijd aandachtig zijn, want er kan veel gebeuren en alles kan heel snel gaan. Dus ja, vooral opletten. Waarom en hoe moeten we jou omschrijven als renner? Vooral een klimmer. Ik ben vrij licht, maar ja, ik heb niet... Ik begin meer en meer te denken dat Olympia Tienen een klimploeg is in feite. Ja, er zijn wel een paar zeer sterke renners, vooral op de klimmetjes zeker. Maar ja, ja. Welke wedstrijden liggen jou niet? De met kasseien, de technische vooral. Waar moet je nog aan schaven voor jezelf? Vooral de... Ja... bochtjes, alleen zo, ja, ik weet niet echt. Je bent een allrounder? Ik heb niet... Nee, eigenlijk niet. Dus je hebt minpunten? Ja, sprinten vooral eigenlijk, ja. Wat zijn je pluspunten? Klimmen. Daar kijk je dus ook naar uit, naar de Ardense klassiekers dan? Ja, zeker, zeker. Wat haat je aan wielrennen? Het gevaar in het peloton. Want soms is het heel gevaarlijk en gebeuren er meerdere valpartijen per koers. En dat is soms niet altijd even leuk. Misschien een stomme vraag. Je bent ook niet zo breed of niet zo... Ja, je hebt een echt klimrennersprofiel, denk ik. Dat speelt ook parten uiteraard als je in het peloton... Meestal kunnen ze in het peloton zich nog als grap zetten, denk ik, met gewicht werken. Daar doe jij niet aan mee, denk ik. Hè? Nee, ik merk zelf ook wel echt dat ik daar heel hard in benadeeld ben. Zeker om op te schuiven als ik naar voren wil, dan is dat soms wel heel lastig. Wie kijk je op binnen Olympia Tienen? Momenteel de junioren. Zoals Jaro Tresselaars en Milan Briesen en zo. Die zijn wel heel goed. Als er één wedstrijd is die je mag winnen, welke ga je winnen? Herbe Mul zou ik graag wel winnen. Zijn daar mogelijkheden? Dat denk ik niet. De kans is klein dat dat gaat gebeuren, maar ik kan altijd alles geven. Zo'n naam. Niet te veel ambitie. Nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik doe mijn best. Okay, veel succes en veel plezier, want daar gaat het om, denk ik. Dank je wel, dank je wel. Voorzichtig in Spanje. Dank u.